Yes. Yes. Daar gaan allemaal mensen naar school. Hallo, wij staan op dezelfde plek als toen met Maastricht vlog, maar nu gaan we niet naar Maastricht. En we hebben ook nee. mensen erbij. We gaan dus naar Parijs. En naar Berlijn. We gaan helemaal niet naar Parijs. We gaan naar... Danny heeft een pizza met een hobbitrink gehad. Dat is te zien in de One Two Show vlog. Hier komt een flashback. Oeh. Hoddok in de kast. Wauw. Is dat lekker? Van twee kanten. Lekker. En was hij lekker? Dat was heel lekker, maar het was wel heel veel. Je hoort het hier. We gaan in de bus. Hij lijkt, ja. Wie? Ja. Ja, maar er gebeurt niks leuks, zie je? Nee, iedereen wordt opgeschreven zo. Maar er gebeurt verder niks. Hey en H. Hey en H. Die vier is een beetje. We zitten in de bus, we zijn al een half uur aan het rijden. Nee, ja, dat is echt verkeerd. We zitten hier 2 minuten. En daar is Nico. Nico is er ook. En een vriendin van Nico. Dat is Brit. Dat is Brit. Ja, zou dat lukken? Brit. Ja. Gewoon heerlijk. Die is heel mooi. Doet me wel iets. Maar ik weet niet wat het is. Is het koningin? Ja. Ah. Ik wou net zeggen, we zijn aangereden, maar nu staan we weer stil voor een stopplek. Dus dan past er weer heel de sfeer. Kijk, we wilden even net. Zo'n prinses moet je denken, zo iemand die net 20 is, zo is helemaal... Ja. Nou ja, dan is het Beatrix. Frans, dat is Beatrix. Dan moeten we maar mee doen, hè? Ja. Ja, we rijden. Oké. Okay. Ja, waarom? Landscape. Oh, doei Beatrix. Doei, doei. Oh, we zijn hier. Hier rijd ik altijd als ik naar Alaska. Hoi mensen. Ze ging niet terug. Ik ga weer even filmen wat er is geweest gebeurd. Ik appte net naar iemand veel plezier op school en toen maakte een autocorrect, die maakte daar plezierboot van. Ja, waarom niet? Ja, plezierboot, nieuw begrip. Tegen mij, ga maar fietsen als ik een IVS-beestje. Toen zei je dat IVS-beestjes fietsen uit hebben. Volgens mij is het zo. Ja. Oh, landscape. Oh, mooi, de scène. Zo beautiful, de scène. Nee, is het de scène? Is de A? Is de Rijn? Is de Rijn, ja. We zijn in Amsterdam. Waarom film je alles? Kan ik uitstappen? Het regent. Oh, ik sloeg jou. Smalle straatjes met Parijs hier. Ja, het is hier met... Zit ik daar naar Parijs hier? Het lijkt op Sloppenwijk, maar het is best wel een rijke deel, denk ik. Een rijke deel, Nederlands. Ja. Dit is volgens mij best gaaf. Als je nou zo kijkt, als dit de ogen zijn en dit de mond, dan is het gewoon... En als je hier kijkt, zijn dit de ogen en dit de mond, dan is het gewoon heel erg eng. Blijf je ziek in je ogen. Het regent best wel hard. Ik denk dat niet goed ben. Maar... Kijk, Kees heeft er eens bij. Kijk. Is dat niet het beste ding ooit? Ook te zien in de Parijs vlogs. Ja, ga die nou ook maar kijken. Ja. Zoveel kijken. Ik gooi er wel een flashback in. Flashback. Ik loop met de paraplu. Ja, awesome. Eentje. Je bedenkt al meteen zo. Weet je wel. Dus je vindt het leuk dat ik al dingen bedenk voordat ik ze ga editen. Ja. Zo ga ik te werk. Blijf kijken. Ja. Nee, hallo, we zijn in Amsterdam en daar is het concertgebouw erachter en Casey is aan het filmen en dat heeft ermee. Nee, er zijn nergens meer van nodig. Oh, de tram komt eraan op volle snelheid. Wij moeten toch hierheen, of niet? Wat? Oh, wauw. Ik heb op film hoe bijna iemand heeft aangereden. Isabelle, wat vind je ervan? Oh god. Isabelle, kom maar naar. Ja, nou, ik gooi mijn camera even uit en we gaan binnen verder. Nee, help. Doei. Zeg even doei. Doei. Okay. Doei. Daar is het Rijksmuseum, het is een beetje het hagel of zo, dus het speeltuin. Ook leuk. I Amsterdam. Daar. Bekende ding. Een bier. Nou, we gaan naar binnen. Ging het ook rennen ineens naar het concertgebouw? Nou, dan zijn we daar. Ook leuk. Huh? Dit is echt een kunstwerk. Dit is mooi. Ja. Oh, ik zit net op het deel zonder... Oeh. Ik wil zo'n rooien. Pak geen dropje, want die zijn echt vies. Ik heb niet heel veel les, die is vlog. Klik hier voor Casey's vlog. Ja, als je ooit online komt. Ja, en als je op je mobiel kijkt, dan kun je niet klikken, maar ja. Ja, hoe snap je? Ja. Okay. We zijn in het concertgebouw, dus lekker warm en zo. Mijn voeten zijn helemaal nat.
Dat een ander schoen aan moeten maken. Ja, ik dacht van, oh ja, die zijn leuk en zo. En die lopen lekker, dus ik doe die aan. Nou, ik ga even laten zien hoe Casey zich voelt en OCD. Ja, Casey ja, OCD. Kijk, hier heb je van die standaard apps. En dan hier heb je, ja, je ziet het, op kleuren. Is mijn favoriete app trouwens. Oh, dit is ook mijn favoriete app. Ik geef hem echt 10 van de 10 punten. IGN. Bam, dit is je moet, je moet daar zo'n dansje stukje van maken. Dat is mijn handen zo dicht. Moet je er zo want met Pascal. Ja. Oké, ik ga even inzoomen. Even een mooi moment vinden. Er gebeurt helemaal niks. Dat is helemaal niet. Pascal. Ik zou gewoon al zijn bewegingen achter elkaar zetten. Ja, echt hè. Oh, zo ga ik er een selfie maken. Wat toppie. Wij poseren echt gewoon de hele tijd. Ja. Iedere keer als een camera op ons wordt gericht, gaat iedereen... Ja. Dus die foto laten zien met mijn dolfijnenface. Die vind ik al echt mijn beste uit. Foto. Is dit chaosfoto? Chaosfoto. Oh. Dat was hij al. Dat is goed. Dat is een dolfijn. Dat is er nog één, die mooi is. Ja, gaan we even door al onze selfies. Die is ook echt. Oeh, we gaan beginnen. We mogen hier niet filmen, dus ja, doei. KFC is hier te ver vanaf de burger ook. McDonald's is dichterbij, dus we gaan naar de McDonald's. Ja. Ook leuk. Ik heb gewoon eten bij, maar ja, dit is ook leuk. We moeten nog even kijken waarheen. We moeten daar. Nou, dan gaan we daarheen. We gaan snel doen, want... Dat is echt schoon. Iedereen die ons ziet, die denkt echt, wat gebeurt hier? Oh, rust. Oh nee, wat? Oké, go! Ja! Oh, wij kunnen dit niet. Wij kunnen niet. Hoi! Het kan wel, het kan wel. Als je erin gelooft, kan het. Oh, ja, wil je ophangen? Wat? Wil je ophangen? Of een piano liften? Oh nee. Ken je dat filmpje van die duiven die lopen? Er gebeurt niks anders in dat filmpje dan duiven die lopen en dat vind ik zo grappig. We hebben net gegeten bij de Mac. Dat was lekker. Wat? Stress. Kut! Wow, is het kapot? Oh nee! Was het kapot? Zo'n ding. Wat? Een camera is... Oh nee! Oh nee! Oh, dit is mijn huis. Dit is mijn wc. Oh nee, het is... Wat? Oh, so pretty! Oh, so pretty! Das Reichsmuseum! Sorry, sorry. Sorry voor dit. Ik was even mijn Hitler-impressie aan het vertonen. In het concertgebouw was er een kamer en er stonden allemaal namen van componisten op de muur. En er stond Hiller, maar wij laten iets anders. Raad maar wat het was. Als je niet raadt, dan krijg je een paard. Ja, ik kreeg net te horen dat het paard al weg is. Ja, sorry. Het was inderdaad, Snape. Bekend van de Harry Potter serie. Oh, kijk, ik ben de Beatles. We zijn er bijna. En bij de Amsterdam ding en zo. Ik denk dat het veel groter was. Ja, maar dat is best wel een oude boom volgens mij. Die hoort ook in het museum. Die vrouw ook. Leg je zo'n plek van boven op de box. Oké, ik heb even gefilmd. Wat is inspiratie? Inspiratie. Ik kan gewoon pauze. We hebben het gevonden jongens. Dit is waarom het leven bestaat. Het is een... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, een dacht je ding waarschijnlijk. Waar moeten ze verzamelen? Waar is iedereen? Ja jongens, het Rijksmuseum. Het is dichtbij, ik kan het bijna aanraken. Ja, ik ben benieuwd hoe het van binnen is. Misschien van binnen wel heel lelijk, maar van buiten ziet het er echt zo uit als op de foto's. We zijn binnen bij het Rijksmuseum. Het ziet er best wel lang. Ja, maar op mijn vlog nog niet. Op mijn vlog wel. Gaan we mijn vlog kijken. Self-promoting. Ja. Nou, Danny en Lucy die hebben hun jas nog niet, of hun tassen nog niet weg, dus we moeten even op wachten.
Hier beneden is gewoon vloer. Oké, laat maar. Dit is iets wat volgens mij in Versailles hoort. Niet best. En dit is een hond. Die ziet er heel mysterieus uit. Ik ben benieuwd. Ik voel dat ik al een smarrypotter. Inderdaad. Al die bogen doen met een oh, dit is vet. Oeh. Vincent. Zelfportret. Zit er echt op het naam, hè? Oh, dit is allemaal van God. Ik hou je zo graag van. Is het allemaal van God? Ja. Die ken ik. Ja, dat is Vincent van Gogh, toen hij nog een oor had. Figure of a bear. Oh, is dat een bear? Oh! Dat kan ik ook maken, ik heb geen steen gezien. Ja, maar je hebt het nog niet gedaan. Meisje in witte kimono. Dat is inderdaad een meisje in een witte kimono. En dan beginnen gewoon te schilderen en dan denken ze, oh, dit ziet eruit een meisje in een witte kimono. En dan noemen ze het zo ezels. Ja, zoiets vind ik dan wel heel mooi. Het ziet er heel creepy uit. Het ziet er heel creepy uit. Het is alsof al die mensen al dood zijn. Ja, hè? Dat is ook, maar... Dit is echt zo'n horror. Ja, nee. In een museum heb je altijd zo van, ja, je weet niet waar je moet lopen, want je hebt overal dingen. Ja. Oeh. Kijk, iemand spot mij afpakken. Wie? Hè? Wie? Ja. Ik. Oh, kijk je. Oh, shit. Ja, het is mooi. En hier aan het eind van de gang is de nachtwacht. Wow. Iedereen staat al klaar met zijn camera. Ja. Oh. Zelfde wetsnachtwacht. Ik ben echt shocked. Hallo. Hey. Oeh. Dit match met het concert gewoon. Ja, stil leven met pauwen. Ik heb gewoon de pauwen afgeslacht en dan zo. Ja, ja, dat was ook gewoon. Dat heeft hij gedaan, dat weet ik zeker. Rembrandt Harms van Rijn. Rembrandt. Hij staat er ook onder. Rembrandt. Zijn je met DT? Ja. Hier staat met een D en hier staat met DT. Welke moet ik geloven? Is dat nou een gans of een zwaan? Dat is een zwans. Maar de eenden hebben ogen. Is dat niet super cute? Oh. Wow. Ja, die hebben we ook weer gezien. Ja, we hebben hem gezien, het melkmeisje. Is kleiner dan je verwacht. Wow. Ja. De plafond is trippy. En daar is een boot. Wat staat erop? Divetmondra. Dat weet ik niet. Iets met rechts. Oh, rechts. When I wake up. Oh, dit is mijn pen, hè? Is dit mijn pen? Dit is mijn pen. Jesus. Oh. Inkt op doek, ja. Nice. Puppy eyes. Ik vind een klein voorhoofd in de stoel hebben aan. Een ongehoord. Portret van Jozef Deutz. Of hoe ik iets wil gaan zeggen. Ik heb meer iets op het overgeven. Ja. Ziet er heel uit. Ja. Pedo-mastage. Oh, zo'n white boy mastage. Ja. Onder dezelfde ogen, echt eng. Die kijken echt zo van... Ze kijken recht in je ziel. Ja, inderdaad. Is wel. Dat is eng. Nee, hier krijg ik kriebels van deze. Die doet me heel erg denken aan Shrek, sorry. Ja. Moet maar eens zijn. Voor het is cool. Een enorm. Semma. 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 Ik van kleine. Ergens presenteer u pure horror. Laat hem je ziel in kijken. Hot. Ja. Oh, dus de oorlog. Iets. Oh, die is wel echt heel gaaf. Ik had gezien dat ze dat hier in echt heel. Oh. Bewoners van Nias. Gips. Oh, Nederlands-Indië gaat er ook nog. De stijl.
Bij Gerrit Rietveld, dat is toch Bonnefantenmuseum? In de middeleeuwen waren mensen nog niet zo goed met anatomie, dus we wisten ze niet hoe de perspectieven van, ja, hoe heet het? Hoe het lichaam, de afmetingen, waar is dit? Zo'n troll. Dit klopt ook helemaal niet. Middeleeuw. Iedereen is aan de drugs in dit schilderij. Die baby. Oh. Oh my god. Oké, de voorhoofd. It's not a forehead, it's a five head. Yeah. Maar hebben ze nog steeds wel zoiets van, we maken de persoon die het meest belangrijk is, maken we het groot. En een andere mensen maken het klein, dan een baby zijn. Ja, neem maar. Zie je die Louvre die? Louvre? Doe hem na. Oh, doe hem na. Ja, yes. Oh. Wow, die ziet er eigenlijk heel eng uit. Ja. Yeah. Heel dramatisch dit. Is dit net zoiets als zo'n stand-up van een boord tegen de man? Zo, ja. Ik ga een hele foto in. Ja. 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 Ga zitten? Nee, dat mag niet. Oh ja. Dat is een dikke baby. Iedereen in de middeleeuwen was toont echt. Dat is al te zien in de kunst. Ja, en hoe heet dit soort portret? Een Profiel. Goed zo, Casey. Ja. Aan vast. Hij moest net gapen toen deze foto werd genomen. Jezus was ook stoned. Draw me like one of your French girls. Oh, god, doe maar buik. Oh. Was mijn Venus. Nou ja, als ik aan een Venus denk, Dit is dus Venus, dit is dus de oppervrouw, weet je wel. Ja, is het voorbeeld. Dit is een goed voorbeeld voor mij. Het is precies hoe alle vrouwen eruit moeten zien. Ja, dit is wat het ideaal wilde zijn. Het is wel een feminisme. Oh. Ja. Nee, ik ben de ene oog is die kant op, de andere oog is dat kant op. Ja, ja. Ik heb ook altijd pijlen door mijn oksels en door mijn benen. Ik heb ook best zo'n dunne taille. Ja. Wat? Je ziet zijn ribben, maar hij is wel dik. Project. Hashtag squat. Sup, bro. Een lelijke baby en een ezel. En die kamelen zijn zo om hun nekken. Die gaat zo. Oh, en dan zijn zombies. De eierdans. Oké. Okay. Oh. Ja, dat is wel te zien ook. Nou, we zijn denk ik wel klaar. Ja. Okay, dus dan gaan we nou jassen pakken en naar de bus. Ja. En dan terug naar huis. Ja. En dan editen. Alleen daar heb ik eigenlijk geen tijd voor, dus ja, nee. Dat doe ik later. Profielwerkstukken. Profielwerkstukje. Jee. Het is overmorgen al. Oh, kom. We gaan terug naar de bus en mijn lippen zijn wit. Want ik heb net een chapstick opgedaan. En ja, ik was uitgeschoten ofzo. Nee, je deed gewoon 10 keer zo. Geheim. Nou, we gaan weer in Twin Towers. En we gaan weer naar huis. We zijn de laatste, dus we hebben waarschijnlijk echt verschrikkelijke plekken. Oh ja, dat is leuk. Dan zit jij daar en ik daar ofzo. Ja, dan zie ik ook nog YouTube. Ja. Allebei. We zijn er ook. Leuke filmpjes. Oh, dankjewel. Hey, oh. Yes, ik word herkend. Nou, wil ik niet stalken. Oké, nou, tot zo. We zitten in de bus en we moeten nog een uur rijden of zo. Pak maar uit. Casey is aan het Nintendo in. Ik gooi jou dadelijk zo hard als het raam. DS, het is DS. Iedereen die Nintendo zegt, die alle mensen, uit. Alle mensen die Nintendo noemen, die moeten gewoon echt zo hard afschieten. Dat we dan ook nog exploderen. Ja, wacht. Ik ga even appelen.
Ga je ook mee appen? ik ben ook aan het appen. Ja, leuk dat hij leuk. Dadelijk als ik thuis ben, ga ik Sony in. Denk ik. Of Windows in. Ja, ik denk als ik ga Windows in. Is er nog geen? Als je hier de ogen voor staat van hier in mijn mond, dan is het gewoon een heel groot blij gezicht of zo. Net als die. Maar deze is iets enger, want deze klinkt net als zo'n clown die denkt van hier. Twee uur. Ik klap iedere dag om twee uur. Ja, shame. Zo pretty. Mag ik een auto? Even zanger in ja. Go. Hij is echt mijn idool. Hij is Jotsen. Je hebt hem kapot gemaakt. Is hij kapot? Nee. Anders stuk je dan maar uit. Nee. Ja, we staan in de file, yes. Oké, feest. File. Als je mond is niet zo recht, komt het praten. Ja. Dat zijn we aan het filmen. Ja. Dat had je kunnen zien. Ik was bezig met de school. Nee. Als we een presentatie geven over mijn kaart zonder een kaart. Ja, dan vragen de mensen. Ik ga nerd sound effecten. Waar is je kaart? Ja, thuis. Want, heb ik het gezien of zo? Wat vind je er nou van? Ja. Noem me wel iets. Ja, we zijn terug op school en wat vind ik hiervan? Ik wil slapen voor altijd. We zijn moe. Dit was de bus. Nu gaan we lekker onze fiets pakken en naar huis fietsen. Klopt. En huiswerk maken voor morgen, want natuurlijk hebben we huiswerk. Ah, ik ga gewoon naar school. Bitch. Wat vind jij ervan? Ik heb heel de weg geslapen, dus ik vind het al goed. Oké, wat vind jij ervan? Ik heb ook weer een deeltje geslapen en broodje met kaasje gegeten en koekjes gegeten. Koekjes eraf en kaas. Doei bus. Oh, en dan gast hier er ineens vandoor. Ik ben mijn visletas kwijt. Oh, dit is het echte aangepakt. Hey, dit lijkt op Amsterdam. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer en geef een blauw duimpje of zo. En zwaai nog even naar Casey. Zit één, toch niet als jij dat doet. Nou, zwaai even naar Casey. Casey is weer terug. Dat is, ja. Oké, fatsoenlijk het wijken. Doei. Tot rusten. Tot rusten. Casey is ook even nog aan het afsluiten. Nou, tot de volgende keer. Doei. Stop. Oh. Ik heb al een paar keer doei gezegd. Doei. Ik was al niet bezig met afsluiten. Ik ook. Jij loopt daarin terwijl je fiets hier staat. Ja, ik weet het niet. Nou, oké, doei.